Afgelopen zondag organiseerde de Stichting Markt en Evenementenpromotie in samenwerking met de Koninklijke Harmonie en Hartje Den Bosch het grootste spektakel 073 in concept. In een bijna drie uur durende show passeerden de leukste, ontroerendste en bekendste liedjes de revue. Voor het vierde jaar op een rij gaf de Koninklijke Harmonie een groots concert tijdens Hartjesdag. De Koninklijke Harmonie staat onder leiding van chef Ipskamp. We doen het nu voor het vierde jaar, dus volgend jaar hebben we Lustrum. En dat, ja, dat was spannend. Ik geloof dat er ook nog al carnavalsdingen zijn in dezelfde tijd. Dus dat wordt even puzzelen hoe we dat opgelost hebben. Maar als je dan kijkt, wanneer begin je dan ongeveer met het repeteren specifiek voor dit? Hoe ver van tevoren? Ja, met het repeteren beginnen we denk ik dat zo in april, mei. Als alles als in een normaal... Een maand of vier van tevoren? Ja, want dan gaan we nu dadelijk over een maandje zo gaan we repertoire uitzoeken. Nou, dan moeten er arrangementen gemaakt worden. Dat is ook nog even wat werk. En dan hebben wij natuurlijk het Gala du Kwek nog tussendoor, wat we ook moeten doen. En wat we ook heel graag doen. Lekker gezellig druk. Ja, hartstikke gezellig. Hey, succes met de voorbereidingen voor de komende tijd. En in ieder geval volgend jaar weer hier op dezelfde plek, hetzelfde pleintje. Absoluut, Jan. Gaan we doen. Goed, Jeff. Graag gedaan. Dit jaar verleenden ook 9 solisten hun vrijblijvende medewerking aan dit grootse project. Onze eigen Tekla de Veer van Bos de Jong, maar ook Jeroen Krijbolder, Dirk Okhuizen, Wilma van Dartel, Dimfie van der Velde, Willy Pijnenburg, Marco Wetser en 2 jeugdige nieuwe talenten, Iris van Gijn en Kelly van Rijn, gaven achter de présence. Het is een beetje hetzelfde groepje aan dames wat langzaamaan zich bij elkaar voegt. Ja, dat werkt gewoon heel goed, want je kunt beter op elkaar inspelen. Je leert elkaar veel beter kennen. En dan... Jullie hebben een goede chemie. Ja, zeker. Want, nou, jij zit een beetje in de middenmoot qua leeftijd, hè? Ja. Iris is een van de jongeren. En, Ja, ik ben de tweede eigenlijk. Kelly is net iets ouder. En dan de dames. En ze gaan gewoon als volwassenen met je om? Ja. Het is echt een leuke, gewoon in de hele groep een leuke groepsdynamiek. Ja. Hey, wat is nou jouw kracht? Want je moet dit van tevoren repeteren. Je krijgt iedere keer nieuwe muziekstukken voor je. Er zullen ongetwijfeld muziekstukken bij zitten die je nog nooit hebt gezongen. Ja, wat is daar je kracht in? Het helpt heel erg dat je elkaar helpt. En dat is denk ik een stukje kracht van de hele organisatie en de hele groep. Als ik een moeilijk nummer krijg en dat mensen mij tips geven, hey, pak hem hier op, doe dit ermee, doe dat ermee. En dat is denk ik kracht. Volgens mij was je highlight vandaag All That Jazz. Ja. Is dat nou jouw ding? Ja, dat is wel mijn ding. Ik heb hem gedaan bij musicals en concert. En als je dan inderdaad een soort samenvattingsshow maakt van alle voorgaande shows, dan ja, krijg je al meteen te horen, die moet erin. Dus ja. Superleuk. Come on, babe, I don't be painted town. And all that jazz, I'm gonna bruise my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano is hot. It's just a noisy hall that has a nightly brawl. And all that jazz. Slick your hair and wear your buckled shoes. And all that jazz, I hear that Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hand on hand, we got a bunny hawk. I bought some aspirin down at United Rock. In case you shake a pot and want a brand new start to do that jazz. Jazz, right up here is where I store the juice. Oh, and all that jazz. Come on, baby, gonna brush the sky. I bet you lucky landing never flew so high. Close in a stratosphere, I could you land an ear to all that jazz.
Voor dit evenement werd een speciale tent met podium opgebouwd op de markt in 's-Hertogenbosch. Meezingen mocht en exclusief voor Bos de Jong zal in een extra lange uitzending van de Hoort op met Jan volgende week een groot gedeelte van dit concert op tv te zien zijn.